zijn op de Data Warehouse in BI Summit in Utrecht, live event in Utrecht, althans hybride, ook met camera's in de zaal, waar ik spreek met Mark de Haas, lead software developer en architect bij Crystalloids. Mark, je hebt zojuist een sessie verzorgd en die ging over embedded BI. Kun je enkele voorbeelden geven uit de praktijk die je vaak tegenkomt? Jazeker. Een leuk voorbeeld is een bedrijf dat heeft een platform eigenlijk voor restauranteigenaren. En die kunnen op dat platform hun restaurantwebsite heel eenvoudig maken. Met een menu erin, reserveringtool erin. En dat platform, daar maken ze hun website. Maar achter dat platform zit natuurlijk ook allerlei klikdata. Van mensen die op de website komen, wat ze doen, wat ze bekijken. Hoe vaak gereserveerd wordt. Binnen dat platform waar mensen dan, waar restauranteigenaren hun website kunnen bouwen, hebben ze dus ook toegang tot het gebruik, de bezoekers analytics van hun website. En dat kunnen ze heel dynamisch kunnen ze kijken. Hoeveel bezoekers hebben we, hoe vaak reserveren ze, naar welke items kijken ze daarop. En dat biedt de mensen die dus, het zijn geen webdesigners, ze hebben een hele eenvoudige omgeving om een website te onderhouden, als klein restaurant vaak. En toch hebben ze de inzichten hoe de website het doet, maar ook de inzichten van de extra features die erop zitten, zoals een reserveringstool. Kunnen zij de analytics erachter, het aantal bezoekers kunnen ze zien. Ze kunnen kijken ook naar de tijdstippen dat het druk is, als ze bijvoorbeeld ook bestellingen via de website afhandelen. En op die manier kunnen ze zelf hun rapporten, hun dashboards maken en de performance van hun digitale uithangbord bekijken. Als je daar kijkt, welke aspecten spelen nou een rol bij de afweging of je bepaalde BI-toepassingen wel of niet beschikbaar wil stellen aan je klanten? En wie zou dat dan moeten bepalen? Ja, ik denk dat dit een leuk voorbeeld is. De eerste requirement van het platform was dat mensen eenvoudig, restauranteigenaren eenvoudig, een website konden maken voor een restaurant met een menu erop, met een plek waar ze kunnen reserveren. Maar je ziet dat heel gauw de behoefte van de gebruikers er natuurlijk is om ook inzicht te krijgen van hoe doet die website het? Ook inzichten van, ten opzichte van concurrenten, wordt mijn type website met dit soort menus vaker bezocht dan een andere. Maar ook, waar kijken ze naar? Openen ze het menu heel vaak of niet? Dat zijn interessante zaken. Dus die vragen kwamen heel gauw. En is gewoon een additionele service die ze kunnen bieden aan hun klanten van hun platform. Om dat eenvoudig te gaan doen. En biedt duidelijk mogelijk meerwaarde ten opzichte van een standaard Google Analytics implementeren. Nou, die restauranteigenaars die vinden dat ten eerste ingewikkeld, maar ook om daar die inzichten uit te halen, moet je veel meer doen als persoon, om binnen je website te kijken wat er gebeurt. En dit is nu echt in hele mooie, hapklare brokken voor hun voorbereid, met voldoende interactieve mogelijkheden, zodat ze daar echt meerwaarde uit halen. Restaurants hebben weinig tijd voor dit soort extra dingen. Die moeten zorgen dat de gasten bediend worden, de menus gemaakt worden. En toch willen ze dit aspect, dus toch een stukje uithangbord, wat heel belangrijk is tegenwoordig, willen ze op een goede manier managen. En wat denk jij, wat zijn de belangrijkste verschillen in ontwikkelaanpak dan? Tussen embedded BI-toepassingen en de traditionele data warehouse development? Ja, ik denk dat het belangrijkste verschil is de schaal. Als jij in een bedrijf, een groot bedrijf, misschien 30, 40 analisten hebt die de BI-toepassingen gebruiken, misschien wel 100. Dat is heel wat anders dan wanneer je het aan je klanten aanbiedt, waar je het meteen over duizenden hebt. En dat schaalverschil is echt aanzienlijk. Je geeft heel veel personen geef je meer mogelijkheden om met de data echt aan de gang te gaan. Om die schaal te kunnen ondersteunen, heb je een platform nodig wat gewoon ook die schaal aan kan. En dan een tweede aspect wat daarbij speelt, is dat het zijn analytical workloads. Je hebt niet voortdurend, 's nachts zijn de restauranthouders slapen, zijn ze niet aan het kijken. Overdag zijn ze heel druk bezig, maar misschien vooral in de middag als ze even naar hun website kijken, 's avonds niet. Je wil als platform dit soort pieken en dalen op een goede manier kunnen faciliteren.
Dus je bent ook op zoek naar een platform wat analytical workloads goed aan kan, goed kan opschalen, zonder dat de kosten uit de klauwen lopen daarin. Ja. Nou ja, daarop aanhakend, wat zijn de belangrijkste architectuurkeuzes? De belangrijkste architectuurkeuzes zijn natuurlijk een aantal aspecten. We hebben het net over de Analytical Data Store gehad. Dat is eigenlijk natuurlijk het hart. Dat is de bron waar je Analytical Platform uiteindelijk de data vandaan haalt voor de visualisaties. Met de database alleen ben je er nog niet. Er zit echt infrastructuur omheen om ook de data te ontsluiten. Ook in het voorbeeld wat we net hadden, mensen willen niet zien wat er gisteren op een website is gebeurd. Ze willen eigenlijk ook al zien wat er vandaag op een website is gebeurd. Dus het kunnen inrichten van de datastroom, een dataplatform neerzetten die ook streamingdata, near real-time, dat faciliteert en dat kan bieden aan de eindgebruiker, is een belangrijke requirement die je bij embedded BI toch vaker tegenkomt. Kijk, heb je een BI-afdeling die voor de financiële afdeling een rapportage maakt? Dat mag best 's nachts geprocessed worden, dat is over het algemeen is dat prima. Maar ben je een klant aan het bedienen en hij wil de reserveringen zien, niet de reserveringen zien, maar gewoon zien hoeveel mensen nou zijn website hebben bezocht en hoeveel dan nu gereserveerd hebben. Dan wil je dat niet van gisteren zien, dan wil je dat van vandaag zien. Dus het real-time aspect is ook gewoon erg belangrijk. Ja. En welke skills heb je als organisatie nodig voor het ontwikkelen van embedded BI-toepassingen? En als vervolg eigenlijk, is het vooral software development, software architecten, of ligt het accent wel bij BI-ontwikkelaars? Wat ik wel veel zie is dat de BI-afdeling en de data warehousing afdeling een grote rol spelen hierin. Zij hebben de kennis over de data die in de organisatie zit. En daar moet heel veel kennis vandaan komen, van data modelleren, van dit hele data ingestion stuk zit bij die organisatie. Soms moet het real-time aspect er nog bij geleerd worden, bijgedaan worden. Het vergt soms ook dat ze nieuwe technologieën moeten leren kennen. Bijvoorbeeld het overgang naar een database die daar meer geschikt voor is. Ja. Maar het is wel die afdeling die het platform beheert. Als je kijkt echt naar de embedding, de integratie in de voorkant, dan ligt het een klein beetje aan de use case. Als je het echt, noem het even diepe embedding, helemaal custom maakt, dan wordt het echt mee geïntegreerd. Dan heb je gewoon developers nodig die dat bouwen. En die willen API's kunnen gebruiken van je analytical platform. Het data warehouse team heeft het datamodel gemaakt. Die heeft het semantisch model erover netjes gedefinieerd, zodat op een makkelijke manier de data ontsloten kan worden, geraadpleegd kan worden en de developer zorgt dat de data opgehaald wordt en gepresenteerd wordt. Maar je hebt ook natuurlijk vormen van embedding waar je een widget gewoon op een website zet of in een webapplicatie toevoegt. Veel analytical platforms bieden ook dit soort wat eenvoudigere, meer out-of-the-box functionaliteiten voor embedding aan. En heel vaak is dat genoeg. Die geven ook al interactieve mogelijkheden. En in zo'n geval heb je eigenlijk minder developers nodig. Dan heb je eigenlijk de mensen die normaal BI-rapporten bouwen, kunnen ook de widgets maken die geëmbed kunnen worden. En de developer die het embed met een SDK, maar die hoeft maar iets. Die weet eigenlijk niet zoveel van de visualisatie. Die zorgt er gewoon voor dat widget binnen de applicatie beschikbaar komt. Dus het ligt een klein beetje aan de use case, maar ik denk dat toch een zwaartepunt ligt wel bij de afdeling waar de BI-kennis binnen de organisatie zit. En als het een hele nieuwe use case is voor de organisatie, dan heb je een uitdaging. Als je extra data binnenhaalt die je als service. Maar meestal is het juist het uitnutten van de gegevens die je hebt en daar een nieuwe service omheen bouwen. Oké, dat is mij duidelijk. Dankjewel, Mark. Alsjeblieft.